Dag lieve mensen, welkom bij deze video. Het zal een soort healing worden. In het begin ga ik eerst even vertellen. En aan het eind ga ik een light language healing doen. Zonder taal, maar eerst met gebaren. Dat heb ik deze week in de praktijk gedaan bij een paar mensen. En dat was heel erg krachtig, mag ik wel zeggen. En ik had iets op mijn Facebookpagina gedeeld dat ik gisteren een Zoom-meeting had met Amerika, met Adam. Maar daar kwam Haley bij uit Canada. En Haley is ook een light, spreekt ook light language, Adam ook. En die ken ik via een groep op Facebook. En dat zijn hele lieve zielen die mij ondersteunen in dat stukje. En die hebben gisteren een healing gedaan met mij. Dat zou eigenlijk een uur duren. Het werden er 2,5. En bleek dus dat er een vortex open stond bij mij vanuit heel veel vorige levens terug. En dat ik eigenlijk vanaf die oorsprong in ieder leven eigenlijk te maken heb gehad met heel jong alleen staan, alleen zijn zonder ouders. Heel veel alleen zijn, heel veel geweld op allerlei vlak. En dat trekt zich dan eigenlijk door in mijn ieder leven eigenlijk. Dat iemand weggaat of dat soort dingen. En die vortex moest gesloten worden. En dat mocht pas nadat ik alles gezien had. Ik kreeg natuurlijk ook beelden door. Zij kregen beelden door. Dus we hebben dat met z'n drieën eigenlijk gedaan. Dat was best heftig. Ik had niet verwacht dat dat zo lang terugging. Maar ik ben daar heel dankbaar voor, want het voelt nu eigenlijk, nu kan ik mezelf zijn en nu is dat genoeg. Ik had natuurlijk al heel veel aan mezelf gewerkt, maar blijkbaar die vortex kreeg ik natuurlijk zelf niet dicht, omdat ik niet wist dat daar iets was. Ik voelde wel dat er iets nog geheeld moest worden, maar wat wist ik niet. Ik had wel mijn gidsen gevraagd, vorige week of zo, om hulp. En ik zeg, ja, wat is dat nou? Ik voel dat er iets nog geheeld moet worden, maar ik kan het er niet bij. Ik zie het niet, ik kom er niet, ja, ik kan het niet pakken. Help me alsjeblieft, help me daarbij, dat wijs me de weg waar ik naartoe moet, zodat dat geheeld kan worden. En dan brengen ze deze mensen op mijn pad. En dan denk ik, ja, dat is gewoon bijzonder dat er mensen aan de andere kant van de wereld zijn die jou dan gewoon kunnen helpen. Dus... ik kan mijn ding alleen maar doen door readingen voor hen te maken, wat ik ook doe. En voor de rest, gaan we het zien. Maar het is de bedoeling dat ik dus nu als eerste ga werken met de gebaren van de light language. En dat vind ik niet zo erg, maar dat spreken wel. En daar lag dus ook in die vortex ook een blokkade op. Dus daar komt dat natuurlijk ook vandaan. Ik ga gebruik maken nu eerst even van een kaartendek wat ik nieuw gekocht heb. Even kijken, de Visions of the Soul, hele mooie kaarten. Grappig is ook dat ik die getrokken had, kaarten getrokken had op de dag voordat ik die healing kreeg van die twee. Ik wist ook niet dat Haley erbij was. Ik ken haar wel, daar gaat het niet om, ik had al contact met haar gehad. En dus zij was er ook bij. En ik had die kaarten getrokken en daar lag ook het keelchakra bij en super, dat weet ik even niet meer. Spiritual power en nog een paar dingen. Hogere zelf, higher consciousness. Dus er moest iets stromen. Zodat ik eigenlijk in mijn volledige liefde voor mezelf kon komen. Dat is dus nu gebeurd. Het voelde ook gewoon als één geheel nu. Ik had altijd het gevoel van er mist iets. Maar waar vind ik? Ik kon het niet. Ik kon er niet bij. Nou ja, goed. Dat was heel bijzonder om mee te maken. Hoe ze erachter kwam met een wichelroede. Dus dat is eigenlijk... blijkbaar word ik gewoon ook gestuurd naar mensen waardoor ik meer healingmethodes kan aanprikken. En nog specifieker erachter kan komen als ik cliënten in de praktijk heb waar die dingen liggen. Dus ja, het moet gewoon zo zijn. En dan denk ik, ja, zo word je dus geholpen op het pad door Spirit. En dat is heel fijn. Dus deze kaarten ga ik gebruiken, mijn eigen kaartendek. Dat ga ik vertalen naar het Engels. En er komt nog een nieuw, maar daar ga ik niet volgende week aan beginnen. Volgende week staat vertalen op het plan, op de planning, zover. Ik laat het gewoon stromen, maar dat is wat ik eigenlijk in gedachten had. En dan de week daarop aan een nieuwe deck beginnen. En ja, wat er dan komt, of dat dan inderdaad gaat gebeuren, ik laat me verrassen.
creëren vanuit de bron van Petra Stam. Dat zijn dus lichtcodes. En die ga ik dus ook nu gebruiken in deze reading. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Ik had eigenlijk, dat weet ik het. Nou ja, goed, het is dus de planning. Ik heb er nog niet zo heel veel over nagedacht hoe ik dat specifiek ga doen. Maar het is dus de bedoeling dat ik deze healingen ook meer een keer gratis ga geven. En dan nog een keer als je dan via een Zoom-meeting inlogt. En misschien ga ik het vragen aan die twee of die ook eens een reading kunnen doen. Een healing voor jullie. Dat zullen ze misschien wel doen, maar dat gaat dan wel via PayPal. Zal het betaald moeten worden, maar meestal is dat niet zoveel. En dat ik erbij ben om het te vertalen als iemand niet goed Engels spreekt. En dan kun je zelf eens ervaren wat dat eigenlijk allemaal voor je kan betekenen. Want wat ik ervaren heb is gewoon, boom, het gaat heel snel weg. Het is echt, echt, echt bijzonder. Dus en daar ga ik dadelijk mee werken met mijn handen. Met deze twee. En dan, dat is ook grappig, dat heeft me jaren terug eens iemand voorspeld. Je gaat iets met je handen doen en daar zit veel energie en daar moet je iets mee. Nou ja, goed, dat weet ik natuurlijk van pedicure al en van de healingen hier, maar nou ja, goed. Dat gaan we dus doen. We gaan het even kijken. Ik had nog wat informaties voor jullie opgeschreven, wat ik doorkreeg. Deze healing wat er dadelijk gaat komen, gaat over stress loslaten. Ik moest deze healing doen. Er zijn heel veel mensen die hebben een heleboel stress op dit moment. Mensen ook die in of gewone stress of specifiek met betrekking tot tweelingzielen in separatie zitten. En zoiets hebben we, ja, wanneer gaat het stromen? Zich moeilijk op hunzelf kunnen focussen of heel veel verdriet hebben. Dat ze niet bij elkaar zijn, wat ik ook heel goed kan begrijpen. Maar ja, soms is dat zo en moet je even apart om dan je eigen stukje aan te pakken. En dan mag je dan ook dankbaar voor zijn dat dat mag gebeuren. Zodat je eigenlijk in union met jezelf bent. En dat voelt voor mij gewoon nu zo. Ik ben wel moe. En, maar goed, straks beginnen we met carnaval. Dus ik moet daar even mijn stukje gaan doen. Nog even wat rusten van tevoren. En dan komt dat helemaal goed. Wat alcohol erin. En dan heet dat wel. Dat was dialect, dan gaat dat wel. Maar in ieder geval, ik ga eerst even de kaarten pakken. En wat is er van belang? Waar gaan we vandaag aan werken? Oké. Creation. Dus wat je kunt creëren zelf. Ik weet niet of je kunt zien. Dan de kaart Yin-Yang, Divine Union. Dus de union in jezelf. Ik moet even zelf uitbeeld. Dus de union in jezelf. Dus je mannelijke en vrouwelijke stukken mogen in balans zijn. En regeneration. Dus dat er iets geheeld wordt en dat je opnieuw iets kunt manifesteren. Dat je eigenlijk opnieuw... Ja, dat kreeg ik van de week te horen van iemand die een healing had gehad. Het voelde alsof ik opnieuw geboren ben. Dus dat is wel fijn om te horen. Maar het doet gewoon heel veel. En ik vind dat natuurlijk ook fijn als je dan mensen zo kunt helpen. Dat ze gewoon in hun kracht kunnen staan en mogen staan. Dat is gewoon super om te doen. En wat mag er nog meer gezien worden? Confrontatie. Ik zal hem eerst zo even laten zien. Dan kan ik het even lezen. Confrontatie, het heeft te maken, je wordt dus nu, je kunt dus geconfronteerd worden straks na deze healing met bindingsangst, met een blokkade en met zelfdestructie. Dus dat ligt even aan waar jij blokkades hebt. Mocht je dit kaartendek willen bestellen, het staat op mijn website. Je kunt de kaarten gebruiken per dag, 1 kaart pakken per dag. En de afbeeldingen en caustic tekeningen die werken, dan heeft een helende werking. Dus daar kun je het ook voor gebruiken. Dan overgave, helderheid en stroming. Want dat is natuurlijk belangrijk, dat je je overgeeft aan spirit. Als jij te veel wilt controleren, wat gewoon niet werkt. Geloof me, daar weet ik alles van. Maar dat gaat gewoon niet.
En zodra je je overgeeft eigenlijk aan het spirit en het gewoon loslaat en denkt van ja, weet je, ik kan daar niks aan doen, ik kan het nu niet aan veranderen, ik moet het nu gewoon maar laten stromen, dan begint het ook te stromen. Dan voel je ook in de energie iets veranderen, althans dat is wat ik de laatste paar dagen voel. Er verandert gewoon iets in de energie zachtheid, dat is wat ik voel. Zachtheid in ieder geval in mijn situatie. Zachtheid en ook weer onrust. En ja, ook dat voel ik. Ja, dus ik weet het wel. Maar goed, meer dan liefde sturen en heling sturen kan ik ook niet. En dus, maar de patronen, wacht, ik moet even zo kijken, want anders kan ik niet zien. Patronen zijn angsten, verstrengeling en schaamte. Dus er kunnen patronen zijn bij jou die met angsten te maken hebben. Die dus naar voren komen, die dus aangekeken mogen worden. En de kaart heilige geometrie. De poort mag geopend worden, het bewustzijn en de oneindigheid. Dus er mag een poort geopend worden naar iets, een vortex geopend worden naar een positiever beeld van jezelf. Een positiever beeld van jouw situatie. Misschien van jouw tweelingzielrelatie, dat je daar een positiever beeld krijgt. Dat ligt er dan even aan. Gaan ze even de light codes pakken erbij. Wat mag je hier zien? Die heb ik laatst gebruikt. Oké. De eerste kaart. Oh, het hart. Het hart. Ja, ik moet hem dadelijk wel omdraaien, anders kan ik niet lezen. Het hart. Het hart ontvangt rechtstreeks informatie uit het kosmische veld. Afstemmen op de wijsheid van je hart maakt dat je diepe verbindingen kunt aangaan. Je intuïtie helder is, je liefde kunt uitsturen en verlangens werkelijkheid kunt laten worden. Dus dat is natuurlijk belangrijk dat je connect met je hart, met je hogere hartchakra. Met je hartchakra, dat dat open gaat staan. En welke sterrenstelsel gaat jou daarbij ondersteunen? Dus ik heb het gevoel dat hier blokkades die in jouw hartchakra liggen, die te maken hebben met jouw hartchakra, dat die gezien mogen worden. Wat? Het wil niet zo. Het wil voor je een meter. Voor je een meter. Sirius C. Via Sirius C sta je direct in verbinding met oceanen, zeeën en walvisachtigen. In jou stroomt diepe wijsheid, helderheid, speelsheid. Stem je daarop af en deel dan jouw onvoorwaardelijke liefde. Kosmische weten of geluid met de wereld. Dat is dus wat ik nou moet doen. Ik had net even op de telefoon gekeken. Zag ik 13, wat was het nou? Iets van 13.3 of zoiets. Zag ik, weet niet even. Nee, dat kan eigenlijk niet. 130.3. Nou, bizar. Maar toen heb ik even naar het boek gekeken van Kyle Gray. En er stond ook bij dat ik gewoon mijn stuk nu moest gaan doen. En dus dat gaan we dadelijk doen. En wat jullie ervan vinden, ja goed, het moet gewoon naar buiten toe. Dus Sirius C gaat jou daarbij ondersteunen bij deze healing. Ik weet niet of het een lange healing wordt. Ik heb geen idee. Ik denk het niet. Dat weet ik ook niet. Ik laat me dan maar leiden. De affirmaties die ik voor jullie heb, was: ik laat alle angst los, alle angsten los. Zowel bewust als onbewust in alle tijdlijnen en dimensies. Dus ik laat alles, schrijf het anders maar even op. Ik laat alle angsten los, zowel bewust als onbewust in alle tijdlijnen en dimensies. En dan, ik kies liefde, ik kies geluk, ik kies overvloed. Ik kies liefde, ik kies geluk en ik kies overvloed. Dat waren de affirmaties die ik voor jullie heb. Dan ga ik zo beginnen aan de healing. Ik zet hem even stop, want ik moet me even concentreren. En dan ga ik eerst even Adam en Hedy even begroeten ook in het Engels. Want die stuur ik die video ook. Die wilde dat ook graag zien. Mijn eerste, maar dat ene kunnen ze toch niet verstaan. Dat Nederlands is, dat hebben ze niks aan. Dan ga ik even de pauzeknop indrukken.
Dan kan ik even opschrijven wanneer ik hun kan zeggen dat ze moeten gaan kijken. Dus even pauzeren. Zo, daar ben ik weer. Hi Adam en Haley. Well, I told you that I would send you this video of the light language with my hands. And this is a healing about stress relief and anxiety. So let me think about it. Let me know what you think about it and how you received it. So, well, I did a couple of affirmations for the people to let go of stress, let go of anxiety, fear in all dimensions and on all timelines, and that they connect with love and, what did I say, happiness and abundance. So, let's start. Nou, we gaan beginnen. Ik heb hun even verteld, als je geen Engels spreekt, ik heb hun even verteld wat ik jullie net verteld heb, dat ik daarmee ga werken. Maar ik hou mijn ogen gesloten, dat werkt voor mij beter. Ik kan me beter concentreren. Wat ik doorkrijg is dat er heel veel stress op het hartchakra zit. Dat mag los, dat mag losgehaald worden. En ook op het derde chakra, buikchakra, heel veel angsten en sacraal chakra krijg je te horen. En daardoor kunnen jullie niet goed aarden, niet goed gronden. De verbindingen zijn een beetje verstoord, hoor. Ik voel heel veel druk op mijn bovenbenen, aan de zijkant, aan de buitenkant, alsof je niet goed kunt, je weg kunt vinden in de mogelijkheden die je krijgt, dat je keuzes moet gaan maken, dat je daar ook gestrest van raakt, dat je niet precies weet wat moet ik daarmee doen, welke kant moet ik op. Op het hartchakra hoor ik weer. Ja, wat ik hoor is dat er wel wat meer rust komt nu, wat meer verlichting, als ik het zo mag zeggen. Ik voel het bij mijzelf in ieder geval wel. Ja. Ja, wat ik hoor is dat ik nu moet stoppen omdat het voor sommigen best wel heftig wordt. Of is. Je kunt dan natuurlijk zo vaak mogelijk terugkijken. En dan, dan moet ik eventjes van bij komen. Voor mij ook al heftig. Maar ik voel altijd alles wat anderen voelen. Als ik een healing geef, dan voel ik eigenlijk wat die mensen voelen. Gaan meestal via mij gaan dan de blokkades opgelost worden. Als mensen moeilijk los kunnen laten, dan gaat dat via mij. Ik moet dan meestal geven. Maar mocht je een consult willen boeken waarbij die healing gebruikt gaat worden, wees je er dan van bewust dat je wel al stukjes werk hebt moeten doen. Wil ik eigenlijk alles kunnen weghalen of veel kunnen weghalen? Dus dan moet je wel al innerlijk werk hebben gedaan. Als je geen innerlijk werk hebt gedaan, dan is het heel lastig. Dan kun je wel een begin maken ermee.
verwacht dan niet dat het in één kant, in één keer helemaal weg is. Dat kan niet. Dus je zult wel dingen moeten hebben aangekeken. Ik kreeg te horen dat ik nog een kaart moest pakken van het Dragon Energy. Moet ik even kijken of ik dat heb. Waar heb ik dat gelegd? Oh. Ja. Zo. Want ik krijg het ook heel warm nu. Het kan ook zijn. De hele video wordt verlicht, geloof ik. Tenminste, dat lijkt zo. Heel gek. Maar ik moest zo'n kaart pakken van het Dragon Oracle. Omdat er met drakenenergie gewerkt is. Ook. Oké. Fire and Water Dragon enables your life to flow with loving force. Prepare for change and to move quickly forward. Expect the unexpected, have fun. Dus de water- en vuurdraak, die zorgt er eigenlijk voor dat je leven kan stromen met een liefdevolle kracht. Maak je klaar. Zorg dat je voorbereid bent op veranderingen. En het gaat ook snel vooruit. En expect the unexpected, verwacht het onverwachte en heb plezier. Dus maak wat meer plezier. Dat is altijd heel goed natuurlijk. Ik ga dat ook doen, dadelijk, straks. En carnaval, genieten van carnaval. Tenminste, nou kunnen we een beetje. Voor wat de tijd is. Hè. Maar in ieder geval mocht je een consult willen boeken. Of een healing boeken, dat kan. Ik zal eens met die twee overleggen of zij bereid zijn om ook eventuele Zoom-meetings samen te geven. Dat jullie daar ook bij geholpen kunnen worden. Want het zou natuurlijk fantastisch zijn dat dat nog uitgebreid kan worden. Want ik spreek dat zelf niet. En zij wel, alle twee. En als je daar interesse hebt, als jullie daar interesse in hebben, ik laat even de reacties open. Dan schrijf het maar en dan ga ik eens contacten met hun of zij dat fijn vinden. Hou er wel rekening mee. Ze hebben NMU 7 uur verschil. En Haley weet ik even niet. Die zit in Canada. Ik dacht dat dat ook 7 of 8 uur was. Het hou me ten goede. Maar wij hadden 5 uur afgesproken. Het 's avonds. Maar voor mij was het 5 uur tot. Het heeft geduurd tot 7:30. En voor hun is het dan eigenlijk morgen om 9 uur of 10 uur of whatever. Dat weet ik even niet precies in mijn hoofd. Dus dat zou ook kunnen. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan kan ik eens vragen of zij dat wensen. Maar dat moet dan wel, dat kan dan niet gratis, denk ik. Dat moet dan wel via betaling. Maar goed, dat gaat dan ook via PayPal. Ik weet niet, dat kan niet anders. Dacht ik. Ik zou het misschien nog wel op mijn website kunnen zetten. Maar ja, goed, dan moet ik even met hun overleggen. Dat is mogelijk. Ik kan bij hun wel via PayPal alles overboeken. Dat is geen probleem. Goed, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het liken, voor het abonneren. En dankjewel aan alle nieuwe abonnees. Dankjewel trouwens ook voor alle lieve reacties op de healingen, op de consulten, wat jullie geboekt hebben. Dankjewel, het stroomt weer. Ik voel me gewoon goed. Ik ben weer aan mijn flow. Dus alles gaat gewoon, het stroomt gewoon goed. En voor diegenen die, wat wou ik nou zeggen? Ja, ik weet het even niet meer. Maar ik wil in ieder geval iedereen een hele fijn weekend wensen. Mocht jij ook in Limburg wonen of in Brabant en je gaat carnaval vieren, dan wens ik jullie heel veel plezier. Heel veel plezier. Fijne dagen. Hoe vaak ik ga, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hopelijk spreken we elkaar snel. En hopelijk zien we elkaar snel. Misschien in de praktijk of waar dan ook. Of horen we elkaar via een consult of wat dan ook. Die een consult boeken dan. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Dankjewel en namaste. En met de groetjes van mijn team. Van mijn gidsenteam. Doei doei.
I love, zeggen we hier. Maar dat heeft met carnaval te maken. Adieu.